U heeft net gebeld naar Nikeri? Om te bellen of die actie doorgaat. De actie gaat daar nog door. De actie van Nikeri gaat nog door. Die jongen gaan niet eens zijn met die antwoord die we vandaag hebben gekregen. Wij waren hier gekomen voor een antwoord die we gaan krijgen. Nee, hebben we niet gekregen. Dat ding wat ze nu gaan doen moest al lang gebeuren worden. We waren vandaag hier komen om te horen hoeveel per hectare gaat worden uitbetaald. Maar dat hebben we niet gehoord. Maar nu horen we ook van de president dat er een soort model geïnstalleerd zal worden of toegepast zal worden. Ja, dus we gaan waar met de president. De mensen die meer dan 100 of 150 hectare hebben, nou minder zullen ontvangen en een afspraken zullen gemaakt worden met de belasting om erop te gaan zien om die mensen tegemoet te komen. Is dat mogelijk voor jullie? Dus we hebben de president ook gehoor gegeven, maar de president heeft ons een week gevraagd. Binnen een week. Maar we gaan de actie gewoon normaal doorhouden voor ons. Als de oplossing niet voor vrijdag komt, dan onze actie gaan door. Vrijdag is een vrijdag. Dus donderdag moeten we een antwoord al krijgen. Hoeveel per boer per hectare gaat krijgen. En wat is het gewenste bedrag? Het gewenste bedrag van ons is zelf, de 10.000 per hectare. En Nikeri is jarig, denken jullie dat feest doorgaat? Zo, ik kan dat niet alleen de belofte geven. Als het voor donderdag de oplossing komt, dan denk ik dat gaat wel. Als u nu kijkt naar de situatie, denkt u het niet? Geen enkele boeren zijn eens. U mag kijken. Kijk u naar de boeren of de boeren lachen. Niemand lacht. Niemand is met tevreden. Niemand gaat met tevreden hart naar Nikeri. Thank you. Meneer Yogi. Zo, laten we Yogi gaan melden hoor. Ik ga nu even storen. Sorry voor het onderbreken van uw gesprek. We hebben de president gehoord. De president heeft de boeren toegesproken. En de boeren zeggen, ze zijn niet tevreden. Want tot nu toe hebben ze geen concrete antwoord van de president ontvangen. Er zijn in die vergadering wat voorstellen gedaan door de vertegenwoordigers van de boeren. De president is ook met wat voorstellen gekomen. Er zijn wat combinatievoorstellen. Er is een groep vanuit de boeren, 10 mensen worden aangewezen. Vanuit de zijde van de regering, ministerie van LVV, worden mensen aangewezen. Die mensen gaan samen zitten en binnen een week moeten ze alles wat voorgesteld hier is uitwerken en concreet presenteren. De president heeft in hoofdlijnen aangegeven, wat we ook binnen hebben besproken, dat we de mensen in groepen gaan verdelen. 0 tot 50 hectare, 50 tot 100 hectare en 100 tot 150 hectare. En die hele berekening is gemaakt hier. Van 60 miljoen gedeeld door 30.000 hectare, dus 2.000 per hectare, dat gaat helemaal niet op, dat is verkeerd. En in die calculatie van 30.000 zijn grote boeren opgenomen, boeren van 1.000 hectare en 1.500 hectare en 3.000 hectare. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling om de kleine mensen die arm zijn, die het erg moeilijk hebben, die zitten met schulden, die zitten bij de banken, die zitten met hun sieraden, dat die mensen eerst geholpen worden. Maar ook. Maar gaat 10.000 per hectare lukken? 10.000 per hectare lukt niet. Dit is alvast een eerste fase dat gegeven wordt. De president heeft het voorbeeld ook gegeven van de vakbeweging. Ook daar wordt er onderhandeld. Ook daar krijgen de mensen niet concreet wat ze willen hebben. Het zijn de mogelijkheden die je hebt als land om te geven. Daar wordt er ook gesproken, hier wordt er ook gesproken. Ik denk dat de president en de regering van goede wil zijn om het maximaal dat ze kunnen missen om te geven. Goed, ondertussen vertrekken de boeren. Niet happy, zoals u bent ook niet tevreden. Nee, we zijn niet tevreden. Ze gaan gewoon door. Ja, we gaan gewoon door. Het wordt nog erger. Ja, het gaat nog erger worden. Gaan jullie weer naar hier, naar de brug? Ja, zeker. En deze keer is het erger dan dat. Oké. De boeren gaan teleurgesteld terug naar een keer. Ah, por más que arriba. ¿Cuál era tu última base?
Goed, dan gaan we hier de livestream afsluiten. Thank you.